De derde wedstrijd in de pool voor PSV A1 in het eigen Ottercup toernooi ging tegen FC Twente. De ploeg uit Enschede had 1 punt, PSV nog steeds 0. De Enschedeers pakten dat punt tegen Anderlecht. En PSV bovendien nog niet gescoord. Daar moest en zou dus verandering in komen. Hier een prima aanval via Wijmans. Die probeert daar Smiljanić te vinden, dat doet hij ook, maar die vindt het doel niet. Grote opgelegde kans voor de ploeg van Pascal Jansen, zo in de beginfase van de eerste helft. Bergwijn, Smiljanić, Bergwijn, zeer actief. Grote mogelijkheid, dit de openingstreffer. Hij probeert Berde te bedienen, dat lukt niet. Had beter zelf kunnen schieten. Maar PSV blijft gretig. Hier wordt de bal veroverd en Wijmans is er snel bij met een inworp. Smiljanić, Bergwijn, dat is het duo dat het meeste gevaar stichtte. De linksbuiten trekt naar binnen met rechts. Prima redding dan van doelman Drommel. En zo is het halverwege de eerste helft nog steeds 0-0. Tegen alle verhoudingen in. En moet PSV eigenlijk wel winnen om de wedstrijd om plek 5 te kunnen veiligstellen. En de voorsprong is er hier uiteindelijk terecht. Matthias Bonde uit Denemarken zet zijn ploeg op voorsprong. Maar dit is prachtig wat Boris Smiljanić laat zien tussen twee man in. En bedient die Bonde perfect. En die aarzelt geen moment. Drommel kansloos PSV op de terechte voorsprong tijdens een eerste helft die op eenrichtingsverkeer lijkt. Berde aan de rechterkant. Herovert de bal. Vindt Bonde met de voorzet. En die doet eigenlijk alles goed. Maar de keeper ligt in de weg. Prima aanval weer. Goede kans afgedwongen door PSV. De hoekschop stond nog. Rommens met de voorzet. En daar is Alberto bij de tweede paal. En op slag van rust was dit de uitgelezen mogelijkheid om zijn ploeg op 2-0 te zetten. Dat lukt niet. Halverwege dus nog steeds 1-0. Maar ook in de tweede helft is er maar één ploeg die voetbalt. Prima paas van Rommens op de lopende actie van Bonde. En daar is het 2-0. De man met nummer 5, Delano Grotehuis, is de pechvogel. Hij werkt de bal in eigen doel. En anders stond Berde daar klaar om binnen te tikken. En het is eigenlijk ook wel de beslissing in de wedstrijd, want FC Twente had niets in te brengen. Goeie paas op Bergwijn, die alles goed doet, naar binnen trekt. Maar doelman Joël Drommel van FC Twente houdt zijn ploeg op de been. En houdt de schade vooral beperkt. Hier Dani van der Boot en weer die keeper. En zo zijn alle kansen voor PSV A1. Maar verzuimt de ploeg van Pascal Jansen de veldverhoudingen in doelpunten uit te drukken. De laatste kans van de wedstrijd is voor Boris Smiljanić. Hij probeert het mooi, het lukt niet. Het blijft 2-0. Morgen speelt PSV om plek 5.